Ik heb een geheime wereld in mij. Met mensen die ik niet ken. Dat was dan echt weer zo'n moment dat, dat het dan te heftig wordt. Mm-hmm. Dan ga ik ook uit. Als ik denk aan mezelf, heb ik een bepaald gezicht voor me. Maar ik kan mezelf ook in 8 andere gezichten zien. Dus dat ze continu rekening moeten houden met nog andere mensen. Oh, Jesse. Maatje. Ik heb dus een identiteitsstoornis. Ja. Gewoon überhaupt om een jong meisje zo gebroken te zien. Iemand die al zoveel heeft meegemaakt eigenlijk. En eigenlijk nog niks weet van de wereld. Het is af en toe wel verwarrend, want ik gun ze natuurlijk helemaal alles. Maar af en toe komt er wel een gevoel van, beseffen jullie niet hoe fijn jullie het nu hebben en ik dan, zeg maar. Ik keek in de spiegel, dan was het net alsof wat ik dacht en wat ik zag niet met elkaar geconnect waren. Het was een beetje alsof mijn gezicht niet bij mij paste. Terwijl ik wist wel dat ik het wel was, maar het voelde niet zo. Het voelt een beetje alsof ik mensen verraad, zeg maar. Want ik denk ook door mijn DES dat ik dat best wel van elkaar los heb kunnen maken. Wat ik toen heb meegemaakt, ik voel dat niet meer, ik voel die pijn niet meer. Daardoor kan ik nu ook gewoon vertellen wat er gebeurd is zonder het echt te hoeven voelen.